Nou, opwarmen kan... en klaar is niet hoe we... Oh, sorry. Ik denk niet dat ik ooit zo'n grote klerenzooi ervan heb gemaakt. Voedselverspilling is vet stom. Maar toch gooien we in Nederland ieder jaar 2,5 miljoen ton voedsel weg. Dat is echt niet nodig. Oeh. In deze serie laat ik samen met Too Good To Go zien hoe leuk het is om creatief te zijn met voedsel dat anders verspild wordt. Too Good To Go is een sociale onderneming gericht op het verminderen van voedselverspilling. Zo kan je via de app een magic box met eten dat anders moet worden weggegooid ophalen bij restaurants, bakkers en supermarkten. Proef nou hoe lekker! 5 minuten. Dit is Wat Bakken We Ervan. Hallo lieve mensen, ik ben Marije, dit is mijn keuken en mijn gast van vandaag is Sanny Verhoeven, YouTuber, presentatrice, gelukscoach en natuurlijk moeder van 2 schandalig schattige kinderen. Sanny, kom er maar bij. Pak je moment. La la la, la la la. Je mag naar je workstation als je uitgehuppeld bent. Uitgeheid. Hi. Hi. Sanny, heb je er zin in? Vind je het spannend? Ik vind het ontzettend spannend. Ik zou je vertellen, ik vind het niet spannend, maar ik ben de laatste tijd niet meer zo creatief met koken. Nee? Waarom? Nee, dus ik ben bang dat ik het een beetje ben verleerd. Ik heb nu 2 kindjes en je kookt niet meer zo met je peper, je knoflook en alles. Het is gewoon, de kinderen moeten ook eten. Broodje pindakaas. En het is een beetje, ik kook de laatste tijd niet meer zo heel veel en uitgebreid. Nou, daar gaan we vandaag verandering in brengen. Ja. Deze tassen. Nee. Ja, het is toch een wedstrijd? Ik snap het niet. Rustig aan. Even de eerste spelregels. Oh ja, dat is wel handig. Deze tassen hebben we dus opgehaald via Too Good To Go. En dit is dus eten wat anders weggegooid wordt, omdat het bijna over datum is. We krijgen zo allebei een tas. Daar mogen we mee koken. Er zitten verschillende dingen in. En we krijgen 45 minuten de tijd om iets moois te maken. En je wordt beoordeeld op presentatie, smaak en creativiteit. Dingen die je normaal in een keuken vindt, zoals olijfolie, zout, peper, dat soort dingen, mag je gebruiken. En verder moet je het maar uitzoeken. Oké. Welke tas wil je? Oh, er zijn ook verschillende. Ja. Zonder te kijken. Ik ga voor... ik heb die al een beetje gekleurd, dus dan ga ik voor die. Oftewel, ik heb de mindere tas. Oké, nou, we hebben heel even de tijd om te kijken wat erin zit en dan doe ik de kookwekker aan. Oké. Een vegan salade. Plantstukjes als kip. Drink yoghurt. Ja, mooi. Pastinaak, aubergine. Lekker, aubergine. Room, yoghurt. Wat? Jij hebt gewoon... Oh, heb jij noten en... En vlees vervangen? Ja, ik wist het niet. Ik weet het niet. Maar ik heb wel, ik weet niet. Er gaat nog geen belletje in mijn hoofd, want ik moet dit of dat maken. Oké, wacht. Ziet er wel lekker uit. Er gaat wel een kookbelletje aan. Hij gaat. Moet je alles gebruiken? Nee. Oh, gelukkig. Oké, even denken. Ja, het eerste wat ik denk is natuurlijk gewoon een salade. Met heel een poli eraf. Ik klaar! Gewoon zo. Klaar! Ik bedoel meer een extra deluxe salade, maar ja, dit als basis. Je moet toch altijd gaan voor de eerste dat in je opkomt? Oh, dit is wel lekker. Ik doe dat vooral. Wil je nog ruilen voor iets? Nou... Ik denk niet dat ik deze ga gebruiken. Zit er aardappel? Oh, je kan een heerlijke... Ik zal niet zeggen wat, maar je kan iets heerlijks maken. Ik wil. Maar wil je geef voor? Je die zomaar weg? Oh, okay. Nee, ik geef niet zomaar weg. Goed? Nou, dat heb ik al. Oh nee, de zure room. Nee, we gaan wel gewoon. Ja. Nou, de mate van collega wel die wel duizend. Het is ongekend. Ik moet nog iets speciaals voor mijn gevoel, maar het is allemaal, het ziet er allemaal heel goed uit wat ik heb. Waar vind ik, wil eigenlijk gewoon even deze aubergine grillen. Waar heb jij voor mij, of weet je, waar vind ik een overschap? In de ding misschien? In de ding. In de oven? Oh ja, hier kan het wel op. Jury, zijn granaatappelpitjes iets wat je standaard in huis hebt? Nee, zeker niet. Nee, vind ik moeilijk. Vind ik wel echt een... Maar tahin wel. Nee. Ook. Nee, wel. Nee. Iedere zelfrespecterende vega heeft dat in huis. Dat noem je nu echt 99% van de Nederlanders. Ik heb dat echt nooit in huis. Zelf niet respecteren, want niemand heeft tahin in huis. Nee, nou, ik heb 4 soorten tahin in huis. Oké, is het makkelijker plannen en koken met 1 of 2 kinderen? En met 1 kind is wel veel makkelijker. Want ja? Met 2, ja, nou ja, omdat je met 2, ik heb nu, mijn jongste is 7 maanden, die eet andere dingen dan een kind van 1,5. Dus ik probeer ze wel zoveel mogelijk hetzelfde te laten eten, maar zijn we nog niet helemaal. Dus dat betekent dat ik eigenlijk voor 3
drie typen eten aan het koken ben. Sowieso is het een vak apart hoor, om kinderen te laten eten, merk ik nu. Soms wil ik inderdaad gewoon het eten door die strotjes nou. Als ze weer eens niet willen eten. Of ik dat deed ook, dan forceerde ik gewoon mijn lepel erin van proef nou, hoe lekker! En dan deed ze ook echt zo, oh ja, wel lekker. En dan wilde ze nog een hapje, maar na een aantal keer werkte dat toch niet. Oké. Dus ik vind dat wel, wel lastig. Weet je al wat je gaat maken? Nou, ik begin in ieder geval met een iets van een soort van een broodpuddingje. Maar ik heb dat nooit gemaakt, dus ik denk dat ik het wel kan. Ja, heel goed, Pippi Langkous. Maar een broodpudding klinkt nog niet heel lekker. Ik ga gewoon Marije ontmoedigen met alles wat ze wil maken. Wacht maar. Oh ja, ga je dat echt maken? Oh, niet te veel zout, Sonny. Let jij maar op je eigen. Op je eigen. Maar je voelt wel de druk om een beetje origineel te zijn, begrijp ik. Nou, die druk is real. Ja. Oké, ik heb nu brood in boter. Nou, dat is altijd goed natuurlijk. Dat ga ik nu in de oven gooien. Ja, dan ben je niet trots dat ik nu al gewoon dingen aan het doen ben. Terwijl we nog maar een paar minuten bezig zijn. Oké, dit gaat heel goed gaat dit. Valt wel mee, denk ik. Ik ben wel wat gewend. Marije, ben je altijd zo gestrest in de keuken? Ja, jij bent in ieder geval niet gestrest, hè? Hier. Top. Oh, rustig aan. Marije probeert de concurrentie uit te schakelen op slinkse wijze, maar dat lukt er net niet. Oh, dit is ook grappig. Ik ken deze niet. Het is wel een beetje knoflook in je oog. Heerlijk. Ik neem een risico, want ik moet eigenlijk melk opwarmen. Maar bij gebrek aan melk is het skier. Oh. Kan gewoon, weet ik zeker. Oh, ik had ook kookroom. Oh ja? Doen we gewoon allebei. Ja, ik moet daar eigenlijk nog wel iets bij doen, want alleen broodpudding is ook maar zo zielig. Het is wel een maaltijd hoor. Nog wat... Ik zou het gewoon doen hoor. Wat tulpenbollen erbij en we zijn weer helemaal terug in 1950. Ga je 40? Niks hiermee doen? Met die daal? Nee, wil jij dat? Ja, ik wil dit wel. Mag ik dit? Ja, want ik krijg ook zo deze van jou. Hoe, heb je een wekkertje gezet voor jouw fabrikatie? Ik werk niet met wekker. Zo goed ben ik. Ja, die stukjes kip wordt wel een beetje veel hè, die vega stukjes. Of wordt het gewoon echt... Gebruik je die niet? Jawel, jawel, jawel. Zeker wel, zeker wel. Heus wel! Dit is nu wel mooi geweest. Ja, Marije heeft echt duidelijk echt heel veel tijd in de boeken gekeken. Zegt meneer die alleen maar uit boeken kan koken. Is dat zo? Ja, ik kan echt niks zelf. Nee? Oh, gemeen van mij. Ja, halverwege de wedstrijd de jury uitschelden. Oh ja. Max, wat zie je er goed uit vandaag. Ja. Ja. God. Ik ben nu een dressing aan het maken van olijfolie met limoensap en sojasaus. Heb je dit gezien? Nee, maar dat hou ik ook even zo. Moet ik het ook eten wat Marije maakt? Nee, dus. Oké, top. Ik heb me wel een beetje verbrand. Oh, oeps. Ik ruik dat het hier een beetje aan het verbranden is. Oepsie. Nou, ja. Dat zien ze hier verderop in de straat het ook. Het ziet er wel verbrand uit, of het ruikt verbrand, maar het ziet er niet verbrand uit. Met een extra rokerige smaak. Hoe gaat het hier? Oh, dat gaat wel hard. Wacht nog even een paar minuutjes. Oké, dan gaan we die even bakken. Deze zijn een... Max, ik ga toch even een mes gebruiken. Ik mag van Max alleen maar aardappelschilmesjes gebruiken, omdat ik echt altijd iets wel in mezelf snij. Per ongeluk. Maar ik ga het toch doen, want ik wil gewoon een beetje professioneel eruit zien. Sorry, ik doe het hiermee, dit is plastic. Maar waar ligt hier de poldeken? Hey, ho! Kijk even naar je mes als je dat aan het doen bent. Ja. Niet naar Sonny kijken. Sorry, nee. Oké, ik doe het hier mee. Ik red me wel, laat maar. Save yourself! Nee, wat doe je? Echt, oh! Oh, jezus. Echt, nee, dat is echt niet oké. Ik had dat nooit aan jou moeten geven. Wat? Dit gaat hartstikke goed. Nee, ja, echt, nee, niet meer doen. Dit mag. Zoveel genoeg, toch? Jezus. En hoe ding vast houdt. Jezus Christus, het is wel echt... Oh jeetje, Marije. Dat kan je doen. Nee, kan niet.
Heb je nooit? Je hebt je hele binnenkant weer armen open. Dan maak je maar andere dingen. Oh, Marije. Nee, wat is dit? Oh, je belemmert me in mijn creativiteit. Nee, ik behoed je voor een leven met 8 vingers. Ik krijg helemaal stress van iedereen. Oh, jij? Ik breng gewoon wat sensatie in deze show. Sani, wat is jouw favoriete gerecht? Mijn favoriete gerecht. Of keuken, of... Keuken is Italiaans. Ja, echt gewoon een hele lekkere pasta kan ik al heel blij van worden. Dingen met tomaat vind ik lekker. Ja, sushi trouwens ook. Maar niet alle sushi. En Aziatisch, ja, ik vind heel veel lekker. Alle tomatengerechten vind ik lekker. Soep, ik ben wel echt een soepmens. Mij kan je heel blij maken met soep. Ja, echt lekkere verse tomatensoep. Nu is wel echt tijd voor deze. Ja, ik heb niet heel overduidelijk één ding dat je zegt van ja, dat. Nou, dat is duidelijk. 2/5 van alle groente en fruit wordt verspild omdat ze er zogenaamd lelijk uitzien. Dit betekent dus ook dat de lelijkste courgette in de supermarkt vaak overblijft en weggedonderd wordt. Terwijl een courgette met een deukje erin net zo lekker smaakt. Kortom, neem ook eens een lelijkheid mee naar huis. En dat geldt ook tijdens het uitgaan. Dit wordt een soort van... Ja... Het wordt een soort van hartige taart, maar dan helemaal anders. Wow. Hoeveel minuten hebben we nog? Nu moet ik gaan opschieten, hè? Ja, ik word nu wel een beetje... 14 minuten! Dat is mijn wekker. Oh. Om jou een beetje op het stuim op het lijf te jagen, ja. Mijn broodpudding wordt niet goed. Ik heb 2 hartstikke vuile gerechten. Ik zeg het maar, dat je alvast je overwinningsspeech kan gaan schrijven. Wat heb je 2 falende gerechten? Ja, shit. Veel te veel yoghurt gebruikt, jongens. Gaat het met je arm? Heb je wel goed onder de kraan gehouden? Nee, daar heb ik toch geen tijd voor. Nou, ik weet niet, wat is belangrijker? Shit, ik had meer verwacht van deze presentatie. Ik ben toch meer van de smaak dan van de presentatie, merk ik nu. Dit wordt echt lelijker met een minuut. Ben je op schema, San? Nou, nee, ik had nog willen mediteren, maar dat is er niet van gekomen. Even kijken. Ik zit zo te twijfelen of ik die kip erbij ga doen. Haal jij een beetje geluk uit koken? Ja, zeker. Ja? Als er geen mensen in de buurt zijn vooral. Ja, ik kan het echt heerlijk vinden dat ik al dingen in huis heb, dat ik lekker ga snijden, muziekje aan. En dan lekker dat proeven, dat vind ik echt het lekkerste van koken. Dat vind ik het leukst. Vooral als je dan honger hebt en je gaat iets maken met wat er al in je kast staat en dat blijkt echt een hit te zijn, weet je wel? Dat vind ik heel leuk. Hoppa, nou, oh, nu nog een naam. Oh, shit, nee. Ik geef je wel echt punten voor je lef en je durf. Ik vind het er wel heel creatief uitzien. Vind je? Oh. En vingers los, handen omhoog. We zijn klaar. Maar dit? Wat is dit? Broodpudding dus. Dit ziet er wel echt cool uit. Ja, wacht maar tot je het in je mond hebt. Oké, hoe vond je het gaan? Nou ja, ik was eerlijk gezegd heel blij met mijn pakket natuurlijk. Want ik had superveel, dus ik had meerdere dingen kunnen maken. En het was best makkelijk, omdat ik had natuurlijk 1 kant-en-klare salade. Daar heb ik een aantal dingen uitgepikt die ik graag wilde hebben. En daar heb ik dan nog vegetarische kipstukjes bij gedaan en geroosterde aubergine. En een lekkere dressing gemaakt. Dus ik vond het wel goed gaan. Maar ik had wel verwacht, want ik heb dus nog soep ook gemaakt. En die is warm. Alleen, ik was iets te relaxed. Want ik ben vergeten het in een bakje te doen. Maar, het gaat over geen eten weggooien. Dus ik zet hem er gewoon zo bij. En dit is ook wel toepasselijk voor mensen met een gezin. Over naar het juryrapport. Oh my god. Hier is de jury. Nou, laten we beginnen met jouw gerecht. Smaak, presentatie, creativiteit gaat Max beoordelen. Wat is de naam van jouw gerecht? Ik noem het Sunny Rainbow Salad. Oh. Want ik word dus wel van die kleurtjes wel gewoon heel vrolijk. Wat voor cijfer geef jij voor... Die tand erbij, oké. Hé, vergeet dit niet. Creativiteit. Het is wel gewoon, ik heb een hoop dingen, ik heb een salade, ik ga een salade maken. Dus creativiteit kan ik... Ja, eens. Geen, ja, nee. Kan ik kan uit de 5 punten geef ik 2 punten voor creativiteit. Oké. Nee. Kan ik inkomen, ja. Ik moet ook eerlijk zeggen dat ik ook even was van me ontgaan. Dat ik dacht alleen presentatie en smaak. Ja. Voor presentatie. Dit is natuurlijk heel mooi, ziet er super gezellig uit. Maar dan komt dit ernaast. Ja, ik wist dat het omlaag zou houden. Maar ik dacht, omdat het over food waste gaat, kan je dit heel erg waarderen, dus dat toch, vind ik Max? Wel goed. Dus, normaal dus dat heft elkaar op, toch? Ik 1 voor geven. Precies, ik snap het. Niks. Maar nu zeg ik 3 punten. Is dit soep die je gemaakt hebt of heb je het gewoon uit het potje geflikkerd? Ja, dat klopt. Ja. In het kader van niks willen weggooien. Maar dit is toch gewoon saus? Nee, het is soep. Nee, het is echt soep.
Daal. Ik word nu... Kunnen we het potje er even bij pakken? We krijgen het weer een beetje warm. Ja. Oh ja, Indian lentils. Ja. Oh, oké. Okay. Dank je. Ik heb het geproefd. Ik dacht al, het smaakte namelijk heel lekker. Aangezien dat ik ben het helemaal eens dat we hem meenemen, want anders verspillen we hem. Ja. Maar aangezien er letterlijk niks aan gedaan heb, vind ik hem niet meetellen voor smaak. Oh, dus nee. Nee, nou, okay, ik juist. Oh, is dat het? Werkt het zo hier? Geniet van de salade, Max. Het is de combinatie van smaken waar ik aan heb gewerkt. Yoghurt, maar met een Aziatische ondertoon van limoen met wat sojasaus en olijfolie. En de yoghurttoestand is ook echt heel goed. Ja. Ik vind wel echt een punt aftrekken voor smaak, omdat we het zoek hebben. Ik had hem toch even weg moeten doen. 3,5 punt op smaak. Oké, okay, oké. Okay. Nou, ben ik wel een beetje door teleurgesteld als ik eerlijk ben. Maar gelukkig hoef ik niet met Max naar bed vanavond. Maar gelukkig hoef ik niet naast Max in bed te liggen. Mijn gerecht heet... Net niet af. Ja. Het is een broodpudding. Wat ik dus nog nooit heb gemaakt. En ik denk ook niet dat die gaar is. En een. Ja, het is niet eens een quiche, want er zit geen ei in. Oh, gelijk. Kijk, toch? Gelukkig is creativiteit een van de scores. En ja. Ik vind wel dat je daarop echt gevlamd hebt. Nou, dus dat vind ik ook. Vind ik ook, maar. 5 voor creativiteit. Echt? Ja. Zo, hallo. Dikke 5. Ja, absoluut. Ik vind het daar helemaal mee eens. We hebben een presentatie. Je hebt een poging gedaan, dat is natuurlijk wat waard. Dat tellen ze in het restaurant ook niet. Als wat we voor onze katten maken en iets wat onder een fiets gekomen is ofzo. Ik geef het dezelfde 3 punten die Sally kreeg voor haar soep. Oké, okay, smaak. Smaak. Jezus. Lekker rauwe groenten. Wat Max hiermee wil illustreren is dat het nog niet helemaal gaar is. Interessant. Oké, okay. Hij houdt het spannend. Ik hoor een Ja, ik ook. Smaak, ja. Smaak. Dit is niks. Nee? Het is bikkelhard. Het is veel te gekruid. Dat daarentegen heeft visueel alles tegen zich. Zoals je bezig was met het maken heeft het alles tegen zich. Lekker. Ja? Echt? Echt lekker. Wow, wie had dat gedacht? Wat ja, ik niet. Uiteindelijk 2,5 punten op smaak, omdat ik hier echt 0 punten voor geef, maar daar 5. Wow, wat goed. Yay. Dus dan moet ik gewoon zien. Oh, dan win jij. Sunny, voordat jij in mijn overheerlijke broodpudding duikt. Ja? Jij hebt vandaag nog een andere challenge gedaan. Oh ja, ja. Daar gaan we even naar kijken. Oh, moet dat? Kaas of vlees? Dat is mijn lievelings. Maar hoe snel kan je zo'n snoeihete lavaflap eigenlijk eten? Welkom bij de grote kaassoufflé challenge. Nou, het is een dikkerd. Het is een dikkerd? Oh god. Ik weet niet wat er mee is gebeurd, maar... Ik heb... Wow! Succes! 3, ik eet nooit kaassoufflé. 1, go! Oh, oh jezus! Fuck! Oké. Okay. Ja, het was echt heel heet. Ik wil het gewoon niet eens aanraken. Ik had een duidelijke tactiek, zie je dat? Eerst alles even snijden. Een langzame bedoel je? Ja. Oh nee, mindful noemen we dat, hè? Ik zou nu echt willen zijn als die Iceman, maar dan de hot woman. Dat ik dat heel snel heel zen naar binnen kon werpen en niet afhankelijk was van de temperatuur. Ja, je ziet ineens, het is heel raar. Ik zie ineens al die gebaartjes van mijn moeder. Laatste hap. Ik wil graag een schone mond zien. Yay! Oké, Sunny. Vertel! Moment of truth! Ja. Hoe goed denk je dat jij het hebt gedaan? Ja, het is lastig. Het is echt lastig. Nou, oké, 1 minuut was het zeker niet. Ik hoop dat ik niet het laatste ben. Dat was een beetje waar ik voor ging. Ik denk 2 minuten. 2 minuten? Wel, dus net boven net je. Oké. Okay. Ja, misschien. Jij hebt het gedaan in 0. Oh. Iedereen begint met 0. 2. Oh. Ja. Ja, nu spant het erom, hè? 4. Oh, ja. 9. 74. In ieder geval ben ik laatste, ja. Ja, je bent echt ontzettend laatste. Oh. Heel mindful, laten we maar zeggen. Het spel is nog niet uitgespeeld. Nee, dat is waar. Er zijn nog mogelijkheden. Volgende aflevering is met Hugo Kennis. En wie weet dat hij gewoon veel beter is in koken dan in eten. Dus bedankt voor het kijken. Doei doeg!